Een aantal maanden geleden kwam ik op het idee om weekly recaps te gaan maken, want ik vind het heel erg leuk om momenten vast te leggen, herinneringen te bewaren. Nu heb ik voor een korte periode die weekly recaps gemaakt. En ik dacht op een gegeven moment, ik wil dit anders aanpakken, want na het editen van elke video dacht ik op een gegeven moment, ik vind het een beetje eentonig geworden. Het is niet zeg maar zo boeiend. Voor mij in ieder geval. Dus ik wilde het een andere insteek geven. Ik wilde sfeerbeelden gaan combineren met zeg maar vloggen, praten tegen de camera. Maar ik merk dat ik op wekelijkse basis het toch wel uitdagend vind om daar constant mee bezig te zijn. Aan de ene kant doe ik heel veel in de week, want ik werk fulltime. Maar aan de andere kant maak ik ook niet heel veel bijzondere dingen mee dat ik ook daadwerkelijk wil vastleggen. En ik ben ook alweer zo'n persoon die heel erg in het moment leeft. En ik wil ook niet constant het gevoel hebben van, oh, ik moet dit vastleggen. Maar voor de maand september had ik voor mezelf voorgenomen om een maandvlog te maken in plaats van een weekvlog. Op dit moment is september nog niet helemaal afgelopen, maar aan mijn planning te zien gaat er ook niet heel veel bijzonders gebeuren. Maar ik heb wel de afgelopen weken een aantal dingen vastgelegd. Dus laten we beginnen met de recap van de afgelopen paar weken. Ik heb met Pamela afgesproken om koffie te doen. Dus ik ga nu naar de tram en dan naar het bedje. Ik ben hier met Pammy en we waren net naar Pantopia geweest. Ja. Jij hebt een penne chocola. Ja. En ik heb geen idee wat ik heb, maar het is in ieder geval heel erg lekker. We hebben wel een hapje genomen. Ja, mijn vlog. Voor jouw vlog. We konden niet tegelijkertijd filmen, nee. Dat werkte niet. Maar het is zo kwalitatief, zo lekker. En we hebben ook nog een ijskoffie. En ik heb ook nog een matcha. Daar. Heel lekker. Wanneer lekker wij zijn lekker aan het genieten. Ik vind het echt oprecht heel erg fijn om tijd te spenderen met anderen. Of het nou ergens eten is, gewoon lekker chillen. Het hoeft ook niet iets heel bijzonders te zijn, zolang we maar lekker met elkaar kunnen kletsen en ik op ons gemakje kunnen zijn, dan ben ik al helemaal tevreden. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt en ik ga straks naar een van mijn favoriete matcha tentjes hier in Amsterdam. Ik ben namelijk uitgenodigd voor een feestje. Ik weet niet precies wat de bedoeling is vanavond, maar ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik uitgenodigd ben, want ik vind het een heel leuk tentje. Dus ik laat me verrassen wat er allemaal komen gaat. Ik ga me wel eventjes omkleden. Misschien dat ik iets groens ga aantrekken. Lekker in thema. En dan ga ik zo de deur uit. En ga ik naar de locatie. Uiteindelijk was dit zo'n leuke avond. Voorheen wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten. Ik was dus uitgenodigd om ergens bij aanwezig te zijn. Maar wat het precies was, was voor mij nog onduidelijk. Uiteindelijk was het een kick-off van een nieuw concept wat Café Bloemenmarkt heeft gelanceerd. Namelijk op elke maandagavond kan je genieten van een set menu met verse sushi. En ik vond dit zo lekker en ik heb echt van deze avond genoten. Ik heb een chaotische werkweek achter de rug gehad en vandaag is vrijdag en ik ben vandaag vrij. Al heb ik wel heel wat op de planning staan. Ik ben vanochtend mee sporten. Ik heb me klaargemaakt voor de dag. Ik heb heel even aan de studie gezeten en straks ga ik op solo date naar Utrecht. Ik ga een dagje Utrecht combineren met een event die ik daar heb later in de middag. Dus ik ga eventjes de stad in om wat dingetjes te doen. Gewoon rond te lopen en even lunch te halen. En daarna heb ik een event. Ondanks dat ik heel goed op mezelf kan zijn en gewoon het ook wel prettig vind om alleen de stad in te gaan, vond ik het toch best wel spannend om alleen naar een speelhal te gaan. Het is ook wel echt sinds dat ik
klein ben, een favoriete activiteit van mij, speelhallen. Maar ik doe dit graag samen met iemand anders. Dus dit was heel erg nieuw voor mij. Maar na het eerste spelletje zat ik al helemaal in de flow. Ik zat helemaal in mijn element. En ik denk dat ik dit oprecht vaker ga doen. Misschien dat ik niet de hele dag in een speelhal ga spenderen in mijn uppie. Maar gewoon af en toe een paar spelletjes. Helemaal prima. Ook een beetje om de tijd te killen eventueel. Maar ik vond het wel echt een hele aangename activiteit om alleen te doen. Vandaag heb ik weer een dagje erop uit met mezelf. Ik ga namelijk naar Rotterdam. Want daar staat iets van Catrice. Want ik heb binnenkort een samenwerking met hun. En ze gaan op twee plekken in het land staan met een, ik denk een soort van truck, busje, I don't know, om een nieuw product te lanceren. Dus ik ben gevraagd om eventjes te komen buurten. Dus dat ga ik vandaag doen en ik ga gewoon eventjes denk rondlopen in de stad. Ja, en ik dacht ik ga het gewoon even lekker alleen doen. Even erop uit met mezelf. Achteraf gezien is het totaal niet erg om ergens alleen naartoe te gaan. Je hoeft met niemand rekening te houden. Je kan lekker je eigen gang gaan. Alles op je eigen gemakje doen. En soms is dat ook wel lekker. De dag daarna had ik ook weer iets op de planning staan. Want Rits en ik gingen op babybezoek bij Shannon en Mike en baby Ace. We zijn vandaag op pad met de auto. Want we gaan namelijk naar Roosendaal toe. We gaan op babybezoek bij Shannon en Mike. Bij de kleine Ace. Even een tussenstop voor een koffietje. Eens voor mij. Sinds wanneer neem jij no sugar? Nee, was niks anders. Het was al of een en al zoetigheid of het was. Oké. Deze. Dus even een drinkje. En dan gaan we doorrijden. En dan gaan we de baby ontmoeten. Heb je er zin in? Lekker knippen zeker, met de baby. Ja. Yeah. Kerstverse ouders hoor. Ik merk dat ik het lastig vind om tijdens werkdagen te filmen. Ik zit zo erg in het moment. Ik ben volledig gefocust op werk. Al is het soms wel interessant om hier en daar wat dingetjes vast te leggen. Maar ik ben voornamelijk bezig met marketingactiviteiten achter mijn laptop. Maar mijn leven bestaat gelukkig niet alleen maar uit werk. Maar ook uit leuke dingen en ontspanning. En over ontspanning gesproken. We waren met z'n tweetjes ook even naar de spa geweest. Hier waren we echt even aan toe. En ik was al eerder, twee keer eerder naar Spa Zuiver geweest. Ritsy nog niet. Dus het was heel erg leuk om dit ook een keertje samen te doen. En op dezelfde dag, de avond ervan, had ik nog een evenementje. Een kleine borrel van Lidl. Ze hebben namelijk een collectie uitgebracht. Helemaal in Emily in Paris thema. Dus ik vond het zo leuk om hierbij te wonen. Want ik ben echt groot fan van Emily in Paris. En de locatie was prachtig. Het was midden op de Dam. Heel erg leuk om hierbij aanwezig te zijn. Ik ben echt toe aan nieuwe kleding. Ik was laatst wel heel even naar de Primark geweest. Ik heb een paar dingetjes gehaald, maar ja, mijn garderobe is gewoon toe aan een officebeurt, maar ik vind het heel moeilijk om aan leuke kleding te komen die ik ook voor lange tijd wil dragen. Maar ik heb een bestelling gedaan bij Naked om te kijken of dit items zijn voor het aankomende seizoen en ook aankomende seizoenen. Dus ik ga het even uitpakken en passen. Iemand is ook nieuwsgierig. Nee, dit is niet voor jou, Milo. Altijd als ik een pakketje heb, denkt hij dat het voor hem is. Maar dat is niet altijd zo. Je mag wel kijken. Dus alle aankopen zijn naar wens. En daar ben ik heel erg blij om. Want vaak zit er wel iets tussen wat toch teruggestuurd moet worden. Maar eigenlijk heb ik dat op dit moment niet. Dus het is een geslaagde bestelling geweest. Iets waar ik elke maand weer naar uitkijk is mijn bezoekje aan de nagelsalon. Sinds een aantal maanden ga ik dus maandelijks langs de salon. Voor biap nagels en een subtiele nail art. Ik merk dat ik wel probeer om elk weekend een activiteit in te plannen of iets leuks te doen. Want anders zit ik ook alleen maar thuis. En nu is het nog lekker weer.
En kan ik nog genieten van het zonnetje. Dus mijn vriend en ik besloten om op zaterdag er even op uit te gaan. Een tijdje geleden ging ik naar een event van Spa. Het was echt op een super mooie locatie. En als goodiebag, of nou ja, meer een presentje, kregen we onze eigen appelboom. Al moesten we nog wel eventjes wachten met het plukken van de appels. Maar vandaag is het zover. Of nou ja, vanaf begin september was het mogelijk om langs te gaan om appels te plukken. En ik ga vandaag samen met Rits mijn appelboom bezoeken. En dan gaan we wat appels plukken. Echt een hele random activiteit. Maar ik kijk er wel naar uit. En voorheen wist ik niet eens dat zoiets bestond. Dat je een appelboom kan adopteren. Dat je überhaupt appels kan plukken. Of nou ja, misschien wist ik er wel van af. Maar dacht ik nooit dat ik het leuk zou vinden. En deze appelboom had ik toen cadeau gekregen voor dit jaar. Maar wellicht dat ik dit volgend jaar zelf ga doen. Of je kan ook gewoon vrij appels plukken. En dan kan je, ik weet niet precies hoe het werkt hoor. Maar ik neem aan dat je dan per kilo of aantal appels dan betaald. Ik vind het echt wel een leuke activiteit om samen te doen met je partner. Of als je een gezin hebt, dat dit wel echt een leuke familieactiviteit is. Dus ik hou dit misschien nog wel in. Het is nu misschien wel duidelijk, maar quality time is echt mijn love language. En Rits en ik werken allebei heel erg veel. We werken ook in hetzelfde bedrijf. Dus we hebben veel met elkaar te maken. Dus het is voor ons extra belangrijk om ook leuke momenten met elkaar te spenderen. Dingen ook te doen buiten werk om. Dus we waren ook samen even de stad in geweest. We hadden een koekje gehaald. En we zijn ook even wezen shoppen en samen wezen lunchen. Dat deden we niet zomaar, want deze dag ging Milo ook naar de dierenarts. Want hij werd gecastreerd. Dus we hadden een aantal uurtjes voor onszelf. En deze uurtjes hebben we goed gespendeerd met elkaar. De maand is nog niet voorbij. Daar ben ik op bewust van. Maar als ik nu naar mijn agenda kijk, heb ik niet zoveel bijzonders ingepland staan. Ik ben gewoon volledig druk met werk op dit moment. En ook mijn studie. Ja, dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Ik ben namelijk sinds deze maand ook begonnen met een cursus. Ik ga daar wel een aparte videodagboekreeks van creëren. Want ik vind het wel leuk om dat in ieder geval vast te leggen. Dus wellicht dat mijn weekly / monthly recap er eventjes uitgaat en dat concept ervoor in de plaats terugkomt. Maar dit was dan deze recap en tot de volgende video.